liedje, hè? Maar we hebben nog iets heel anders in de uitzending. Want we gaan praten met, wie kent hem niet, Ton Cornelissen. Ton, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je komt zomaar bij de ORTS binnenwandelen, maar ik denk dat 3/4 van de Brabantse inwoners jou wel kennen als voetballer bij NAC. Ja, dat hoop ik hier wel, want ja. Ik dacht het even wel, er ging bij ons een gejuich op toen we dat zagen, hoor. Is dat zo? Ja, dat vonden we prachtig, hartstikke goed. Maar je bent nou zelfs sportambassadeur geworden. Ja, dat klopt. Ik ondersteun een project wat kansarme kinderen in Brazilië... playgrounds, dus sportveldjes, worden daar... In die Favela hebben ze dat, hè? Ja, klopt. Ik ben 2006 zelf in Brazilië geweest, voor voetbalactiviteiten. Ik heb toen ook... laat ik zeggen, buiten de voetbal ook uiteraard de cultuur en de stad bekeken. En dan ontkom je niet aan een sloppenwijk uiteraard. Ja. En ik heb toen aan de lijf ondervonden hoe het daar aan toe ging. En daar werd ik toen al door geraakt. En toen kwam CS to Play langs met het verzoek of dat ik ambassadeur wilde worden van dit fantastische project. En uiteraard ben ik daar toen mee ingestemd. Ja, het is natuurlijk een wereldidee. A, om jou ervoor te vragen en B, het jou te laten doen. Want dat heeft wel iets natuurlijk, hè? Ja, zeker. Kijk, voetbal is vanaf mijn kleins af aan mijn passie. Ik heb later uiteraard van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Nou, daar droomt denk ik tegenwoordig toch wel heel veel kinderen van. Zeker in Brazilië. Het is vaak ook de enige kans in Brazilië om daar... laat ik zeggen, uit de penerie te komen, uit de problemen te komen. Ja. Ik was bij Fluminense, een club in Rio, een grote club. Daar kwamen 300 kinderen per dag aanlopen om zich aan te melden, om voetbaltesttrainingen te doen, om van daaruit profvoetballer te worden. Dus dan zie je de impact. 300 kinderen per dag. Ja, kun je nagaan, zeg hé. Maar jij zelf voetbalt niet meer, want je bent coach, hè? Ja, ik ben helaas, Peter, zoals dat... zo mooi heet, over de datum. Dus mijn tijd is geweest. Fysiek gaat het ook niet meer. Maar voetbal, wat ik al zei, vanaf mijn vijfde tot elke dag nog ben ik erin actief, gelukkig. Ik ben nu trainercoach van Kozakken Boys Werkendam. Ja. Dat is een club die op het hoogste amateurvoetbal in de topklasse zaterdag speelt. En van daaruit ben ik nog elke dag heel erg betrokken bij het voetbal. Nou, we zijn nog steeds trots op je, hoor. Hey, laten we dat even zeggen, want... heel Brabant kent je nog steeds. Maar goed, we zijn nou bezig met de voetbalplaygrounds voor die kansarme kinderen. En die krijgen zich dan, die hebben nou de kans om zich te empoweren, staat er dan zo mooi in. Ja, klopt. We proberen van daaruit uiteraard gezien regionaal, maar zeker ook landelijk de aandacht te krijgen. Van elke hopelijk bijdrage, donatie, worden dan van daaruit de veldjes gerealiseerd in Brazilië. Omdat kinderen dan de kans te geven. Kijk, ik had het slogan ook van, luister, elk kind heeft recht, waar dan ook ter wereld, op sport. En in dit geval voetbal. Ja. Dus geef kinderen een kans en ondersteun dit project. En van daaruit proberen we en hopen we heel veel te realiseren daar, want het is echt nodig. Ja, maar voetbal is over de wereld genomen de goedkoopste sport. Ik bedoel, als je gaat schaatsen, dan moet je een pak hebben van die hele dure schaatsen om mee te beginnen. En als je gaat tennissen, idem dito, dan moet je gymschoenen aan hebben en zo'n ding om mee te slaan. Dus je hebt allerlei dingen nodig. En nu alleen maar een bal en je mag met oude schoenen komen voetballen. Ja, klopt. Kijk, zelfs op blote voeten is in Brazilië op het strand gewoon de normaalste zaak van de wereld. Dus van daaruit is het inderdaad wat jij zegt heel erg toegankelijk. Laag toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen en bevolkingen dan ook. En dat geeft op die manier ook de kans. En kinderen, sport op zich natuurlijk, ook dat weer, gezien welke leeftijd dan ook, is natuurlijk een gezonde bezigheid. En zeker voetbal, de populariteit, ook zeker nu rond de 2K in Brazilië. Juist daar is het nu te doen elke dag. Ja, is dat een kans? En wij proberen die kans op die manier zo in te vullen. Door dat uit te dragen met elkaar. Zoveel mogelijk mensen daar betrokken bij te krijgen. Ja, je zei het al. Eenwereldidee.nl. Als je op die site gaat, dan zie je van daaruit... alles terug en kan je ook dat volgen. En uiteraard hopen wij zoveel mogelijk donaties via een sms naar yes naar 1008. Dus 1008. En dan ben je vrij om te doneren wat je wil. En dan proberen wij daar uiteraard alles in mee te krijgen en te realiseren voor de kinderen die het echt nodig hebben. Dus wereldwijd zet yes to pay.
Ja, say yes to play. En say yes to pay uiteraard is nog uiteraard toegankelijker, wordt gezegd, en nog directer. Ja, daarom laat ik het ook weg, hè? Ja, ik vond het heel slim. Iedereen heeft geld nodig, kom op. Ja, en zeker voor dit soort projecten, beter is dat natuurlijk echt heel belangrijk. Want we zien het elke dag op tv, nu wat ik al zei. En het is echt een fantastische hoedanigheid als je ziet hoe blij de kinderen zijn. Op welke manier ze spelen, op welke ondergrond. Met welke bal, soms zelf in elkaar gezet en noem het allemaal op. Maar ze hebben er zoveel plezier aan. Nou, en welk kind gun je niet dat plezier? Ja, en kijk, en als ze bezig zijn met voetballen en ze weer hartstikke moe zijn, dan hou je ze uit de handjes van de drugsmaffia, want daar barst het van. Ja, klopt. Het is heel direct. We waren bijvoorbeeld daar in een wijk waar uiteraard de drugs en lijm en allerlei verslavingen van dien uit de hoogtij vieren, dus ook bij kinderen. En dat liep door elkaar heen, dat bewoog door elkaar heen. Ja. Op een gegeven moment hadden we zelfs dat we daar onder beveiliging gewoon bepaalde dingen mochten zien. Anders was het niet veilig. Nou, kinderen groeien daarin op, dus helaas ook de criminaliteit en alles rondomheen. En je ziet dan dat kinderen proberen daarvan los te komen om juist hier te sporten, een overlevingskans, talent te ontwikkelen. En van daaruit hopen ze allemaal natuurlijk, laat ik zeggen, Neymar te worden. Die nu op dit moment natuurlijk de ster van Brazilië is tijdens de WK. Ja, tuurlijk wel. Nou, en zo'n voetbalveldje, dat heb ik op de televisie gezien, die hebben ook nog een tribune. We gaan ze op zitten, het lijkt net echt. En ik vind dat prachtig om te zien, hoor. Want ze hebben niet alleen dat keiharde straatleven, maar als ze een leslokaal hebben, een kleedruimte, een tribune en met allerlei activiteiten erbij, dan komen die kinderen daar wel naartoe en die zien een hele andere wereld. En die komen, zeker voor hun, heel belangrijke mensen komen daar dan toe. Ja, klopt. Want als je profvoetballer bent geweest, dan ben je een heel aparte mens in die maatschappij. Ja, nee, klopt. Wat je terecht stelt, men kijkt daar tegenop. Men heeft het als doel, men heeft het als uitdaging. Men wil alles voldoen. Men wil het dag en nacht voor bezig zijn, trainen, voetballen, enzovoorts. En ze zullen niet allemaal, dat heb ik zelf in het lijf ondervonden natuurlijk. Ik heb natuurlijk uiteraard het geluk gehad dat ik dat 15 jaar lang kon doen. Ik hoop uiteraard dat er kinderen die daar mee aan de slag gaan dat ook kunnen realiseren. Maar degenen die het niet realiseren, we kunnen die uit de handen houden van de, laat ik zeggen, het probleemwereld. Laten we het even zo stellen. Ja, dan hebben we ook al een doel bereikt. En dit tezamen met hetgeen dat ze zo actief zijn en daarvan genieten. En op welke manier dan ook daar elke dag mee bezig zijn. Ja, dat is al een kans op zich. En daar willen we ons allemaal voor inzetten. Ja, en voetbal verbroedert mensen van klein tot groot, van welke bevolkingslaag dan ook. Het is de sport die iets losmaakt. En daar zit geen leeftijdsgrens aan. Zo. Nee. Nou, dat is niet uit mijn hoofd, staat op mijn papiertje, hoor. Ja, dat zeg jij. Ik heb het zelf ook verkondigd in mijn slogan. Ja. Kijk, het heeft niks met leeftijd, blank, donker of wat dan ook te maken. Het verbroedert, het brengt iets los in mensen. De passie, de gedrevenheid, de spel, het winst en verlies, alles er rondomheen. Ja, dat maakt het uniek in deze sport, denk ik. En van daaruit willen we uiteraard dat samenbrengen. En die kinderen een kans te geven om op deze manier elke dag hun plezier te beleven. En ook van daaruit daarin door te gaan. Ja, nou, helemaal goed. Maar jij speelde nooit bij TSC, wel bij NAC, bij RKC, De Graafschap, PAOK Salonica in Griekenland, FC Eindhoven, Sparta, RBC. Nou, een hele pagina vol, hoor. Ja, maar je hebt nooit bij TSC gevoetbald, hè? En je woonde gewoon in Oosterhout. Ja, maar ik ben begonnen, Peter, zoals jij toch eigenlijk ook wel moet weten, zeg maar, bij SCO. Ja. En van daaruit, in het gedeelte waar wij opgroeiden, had je toen drie clubs. De oude onder ons kennen uiteraard WVO nog. Ja. Dat nu verhuisd is naar de Kontrij, maar aan de Vijfwijkenweg zat in mijn tijd. SCO en TSC. Nou, vanuit origine, vanuit thuis uit. Omdat ik in de Koppenpaarden, ook bekend voor jou natuurlijk, opgegroeid ben. Ben ik SCO geworden, om het even zo te stellen. En heb ik daar vanaf mijn vijfde tot mijn veertiende
tot ik naar NAC ging, mijn jeugd doorbracht en gevoetbald. En daarna ben ik er ook weer teruggekomen en heb ik er altijd wel binding mee gehouden. Dus uiteraard ken ik uiteraard TSC wel. Maar ja, laat ik zeggen dat ik opgegroeid ben bij SCO. En van daaruit altijd daar een band mee heb gehouden. Ja, natuurlijk wel. Nee, maar ik lokte het alleen maar uit hoor. Want dat wist ik ook wel dat je bij SCO gespeeld had. Maar ik lokte het uit, want ik wilde de rest van het verhaal horen. En dat heb ik nou gehoord. Dus de mensen kunnen sms'en. Yes, ja. Naar 1008 en bepaal zelf welk bedrag je doneert. Ja, precies. Als je uiteraard, en ik hoop zoveel mogelijk dat iedereen hier bereid is toe, sms yes naar 1008. Ja. En je bepaalt zelf uiteraard wat je doneert en we zijn overal blij mee. Want elke bijdrage, klein, groot, dat helpt ons in dit project. Ja, dat is zeker. Dus er mag wel eventjes, er mag ook rustig een tientje in zitten, hè? Ja, uiteraard. Laat ik zeggen, alle bijdragen die we bij elkaar regionaal en zowel op landelijk niveau proberen we dat te realiseren. En dan proberen we weer een veldje te realiseren. En als we die kinderen daardoor weer zien spelen, blij zien zijn, genieten, dan zijn wij ook op die manier weer tevreden daarmee. Nou. Vanwege al dat geld inzamelen ga ik voor jou speciaal een liedje, heb ik gezocht ondertussen, van Jeroen Zelst. Nu alle remmen los. Nou, dat is denk ik ook wel toepasselijk. Kom op met die handel. Ja? Kom op met die sms'en en alle remmen los. En laat zien dat je kinderhart uiteraard groot is. En bedankt voor je toelichting en ik hoor je heel graag nog een keer in de uitzending. Ja? Peter, bedankt. Graag gedaan. Dag. Dankjewel.